tussen de WK 74 vergelijkt met 78. Dan heeft er om dat 78 altijd een sfeer gehangen van... dat er dus niet die topprestatie gebracht kon worden. Die er op dat niveau dus wel gebracht mocht worden. Eerst hadden we dus die kwestie van Cruijff. Gaat die wel, gaat die niet? Wat de meeste mensen dus niet weten, dat die dus op het punt stond om wel te gaan. Maar op het moment supreme is er dus een onherstelbare fout gemaakt. Over de zee, met Johan winnen wij de wereldcup. Over de zee. De schade die deze oude smurf heeft aangericht, ja, die is natuurlijk nooit in geld uit te drukken. Want toen Cruijff dat lied gehoord had, ja, toen stonden de koffers dus meteen weer in de kast. En toen Cruijff niet ging, zei de Kromme dus ook, dan ga ik dus ook niet. En toen ik dat hoorde, ja, toen heb ik dus ook de spreekwoordelijke pap aan Maarten gegeven. Je had eerst het gezemel met Johan Cruijff natuurlijk, die zo nodig dan weer mee moest. En nou ja, goed, dat was natuurlijk ook geen slechte voetballer, dat is het niet. Maar ze hadden dan een lied voor hem gemaakt. Nou, daar lussen de honden geen brood van, zeg. Om hem over de streep te trekken of zo. Dat was van die barkeeper met die baard. Die had een klein café in een haven of zo. Vader Jacob was het. Trek Cruijff over de streep. Zonder Johan is er geen oranje club. Nou, als ik die gozer nog een keer voor mijn bumpert krijg, zeg, dan rij ik door ook. Nou, maar ik had er sowieso al helemaal geen zin in. Ik zag daarbij wel hangen. Ik denk, straks krijg ik ook zo'n lied aan mijn broek. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus toen heb ik tegen Marianne gezegd, ver Truus. Het was toen Truus natuurlijk. Toen heb ik gezegd, nou, ik blijf lekker thuis. Lekker op de boerderij, bij jou en de honden. Trek Cruijff over de streep. De vlag van Holland zit weer in de top. Trek Cruijff over de streep. In Argentinië erbovenop. Ja, god, Willem ging dus al niet mee, dacht ik. Maar van Johan begrijp ik het dus helemaal niet. En dat begrijp ook eigenlijk niemand, want er was een schitterend lied over hem gemaakt. Wat dan ging van trek Cruijff over de streep. Nou, toen ik dat zelf dus hoorde, toen schoten mijn ogen dus helemaal vol. En dat was dan dus, dacht ik, van vader Abraham, dacht ik. En dat denk ik trouwens nog steeds. Oh, er was voor ons nog nooit een lied gemaakt. Voor mij niet, voor mijn broer niet. Maar we moesten wel altijd mee. Ja, god, als ze dus voor mij zo'n lied hadden gemaakt, dan was ik zeker meegegaan. Nou ging ik dus sowieso al mee. Maar ik had er best nog een lied bij willen hebben, dacht ik. Trek Cruijff over de streep. 40.000 handtekeningen haalden de tros op om Johan Cruijff te bewegen naar Argentinië te gaan. Maar Cruijff ging niet. Evenmin als Van Hanegem. Nou, ik had al lang besloten dat ik niet mee zou gaan. Maar toen heb ik die Jansma, die heb ik nog in de maling zitten nemen, zeg. Want die zou dan bij mij in de tuin komen voor een interview. En ik zit er te wachten en ik had die hele gozer nog nooit gezien. En dan komt die tuin binnen en ik zie die kop en ik zie die bril, zeg. En ik zie dat haar. En ik denk bij mijn eigen, in wat voor een wereld leven we nou toch? Ik denk, hoeveel kunnen mensen zijn eigen tuin verdragen? Dat het allemaal gewoon vrij rondloopt. Ik vond het echt niet te geloven. Ik dacht, ik weet nog goed, ik dacht ze zouden bij de tv eigenlijk een kastje moeten uitvinden waar zo'n gozer achter zit. En dat je dan alleen maar kan zien als je heel veel betaalt. Nou, maar ik heb zo verschrikkelijk zitten lachen, zeg. Dat ik kon in wezen niks meer zeggen. Ik zat helemaal te stikken van het lachen. Dus allemaal erg moeilijk. Toch denk ik dat het misschien een opluchting voor je kan betekenen dat je bedankt, hè? Gewoon eens lekker ertussenuit, 2 maanden je voorbereiden op het nieuwe seizoen. Vergeet de hele rotzooi maar even. Nee, maar ik heb dat stukje thuis ook nog wel op de video. Dat als ik even in de put zit, dan draait ik het, want ik lag me helemaal gek daarom nog steeds. Maar er was in wezen was er wel een hoop gezanik, hoor, daar in Argentinië. Want we mochten daar dan eigenlijk weer niet heen. Want er zat bloed aan iemand zijn paal of zo. En toen hebben die twee grappenmakers, die hebben er nog een hele actie over ontketend. Het hele land zat op zijn kop, hoor, ze. Die gasten met die dikke brillen. Koks en Halsema. En morgen is er weer een dag voorbij. In Chili, Oeganda, Rusland, Argentinië. Ik tel mijn idealen. En raak er steeds meer kwijt.
Ja, god, wat ik dus nog wel weet is dat we mochten dus eigenlijk sowieso helemaal niet gaan. Van die twee artiesten, die, god, hoe heette ze? Met die bril en dat orgeltje. Johnny en Rijker, dacht ik. En daar moest ik dan zelf altijd wel om lachen, dacht ik. Maar ik heb me eigenlijk dus als aanvoerder van Nederlands Elftal destijds dus op het standpunt gezet. Dat sport en politiek hebben dus niks met Johnny en Rijk te maken, dacht ik. Ja, dames en heren, Oost en West op zee of waar ook de wereld. Hier is Buenos Aires. Wij schakelen door naar Mendoza, waar op het ogenblik gewacht wordt tot de spelers het veld zullen betreden.